klas. Wacht even hoor. Even iets lekkers pakken. Maar serieus, heb je hem opgegeten? Weet je hoe irritant het is als je reep in één keer weg is? Mama, hey. Timo heeft alweer mijn reep opgegeten. Reep! Je moet altijd wachten in de badkamer. Zie je wat ze doet? Wie? Hallo, is er iemand? Wie believe is over wie? Waar is mijn reep? Opgegeten. Misschien is hij wel heel oud, hè? We wonen hier pas een paar weken en als ik weet van wie het is, dan geef ik het wel gewoon terug. Best wel heel erg privé. Ja, één keertje maar, want ik had nog wel druk met andere dingen en zo. Goedemorgen, dames. Ja, nou, ik heb ze maar een dagboek gevonden van een of andere aap. Ik kan niet alles weten, hè? Ik wil hem wel terug, trouwens. Hi allemaal. Nou, Aaf is dus de zus van Liz. Leuk, hè? Hoe oud is ze? Waar je ouder, volgens mij? Geen Aaf te bekennen. Iedereen heeft dan social media. Misschien is ze toch wel een beetje leuk ook. Volgens mij is Liz Aaf. Aaf, of kies je een mooie naam? Maar waarom zou je liegen over hoe je heet? Als je eigenlijk Aaf heet. Aaf. Waarom heb je iedereen verteld dat ik vroeger Aaf heette? Ik heb helemaal niks gezegd. Ik ben gewoon Liz nu. En ik neem het jou echt wel kwalijk, want jij bent degene die het dagboek aan Timo hebt laten lezen. Maar dat weet jij natuurlijk niet, want jij hebt geen respect voor anderen. Ja, waarom heb je letterlijk de hele school verteld dat Liz eigenlijk Aaf heet? Ik wist niet dat het zo'n groot geheim was. Ik snap gewoon niet dat je dit soort dingen gewoon doorvertelt. Ik hoef Sophie echt even niet meer te zien. Het is mijn schuld niet. Ja, lekker makkelijk. Ik begrijp niet dat ze boos op mij is, want ik heb toch helemaal niks gedaan. I'm sorry. I can't love you.